Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Buenos dias, welkom bij weer een nieuwe NEC-update vanaf het strand. Lekker, het Spaanse zonnetje erbij. Het strand is leeg, er zijn niet veel mensen die nu gaan zonnebaden. Alhoewel, er gaan hier en daar toch mensen de zee even in. Even een frisse duik nemen. En dat moet ook gewoon kunnen met een graad of 20 vandaag. Maar wij gaan het over voetbal hebben. Gisteren speelde NEC de oefenwedstrijd tegen FC Emmen. Er werd verloren met 3-2. De twee doelpunten van NEC kwamen van Tassan en van Matson uit een corner die Tanane nam. Toch verlies NEC met 3-2. Het had nog wel 3-3 kunnen zijn, maar kijk, ja, hier mist Tanane gewoon een penalty. Dat doet hij niet vaak, maar het gebeurde gisteren dus wel. Na afloop zei hij, ik probeerde wat nieuws. Ga ik niet nog een keer doen. Normaal schiet ik hem gewoon keihard in en dat gaat hij in de toekomst weer doen. Maar goed, dan gaan we even met de trainer praten van NEC, Rogier Meijer. En dan vraag ik zo'n 3-2, zo'n uitslag. Wat zegt dat nou? Nou, niks eigenlijk. Ik bedoel, de uitslag zegt natuurlijk helemaal niks. Ik bedoel, uiteindelijk kijk je naar de dingen die we gedaan hebben als elftal. En daar gaan we weer mee verder. En de uitslag op zich zegt me niet zoveel. Ja, interessant was te zien, zeker de tweede helft. Waarbij spelers die niet zo vaak spelen, nu speelminuten kregen van je. Wat viel jou daaraan op? Nou, ik vond dat eigenlijk helemaal niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet dat daar een aantal jongens in zitten die gretig zijn om te spelen en die ook bepaalde kwaliteiten hebben. En ik vind ook dat je dat ziet in de trainingskamp, dat we dichter bij elkaar komen qua niveau en dat moet ook. En dat is goed om te zien. Ja, ondanks de uitslag, was er eindelijk vandaag het Spaanse zonnetje. Het was wel lekker voetbal weer, hè? Ja, we hebben er wel een dag of 3-4 op moeten wachten, maar het was vandaag heerlijk om lekker te voetballen, ja. Ja, hoe bevalt het je eigenlijk zo in Spanje? Goed. We hebben veel getraind tot nu toe. We hebben eigenlijk alle dagen 2 keer getraind en vandaag was dan de wedstrijd. Nou, dan weet je ook wel dat de beentjes vol zitten, maar dat is niet erg. Dat is ook de voorbereiding die we nu hebben. En wat Spanje betreft is het uitstekend. Ja, ik kijk en ik loop hier even rond en ik zie een leuke groep. Ze hebben plezier. Dat was ook een reden waarom Lasse Schöne verlengde. Hè, de groep is zo leuk. Het is zo goed allemaal. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Maar daar maak jij ook onderdeel van, hè? Ja, nee, zeker. Dat is ook een van de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zo kijk hoe we met elkaar omgaan en bewegen, zeg maar, in dit trainingskamp. Ja, dat ziet er gewoon goed uit. En daarnaast, wat ik al zeg, hebben we echt 6 keer intensief getraind. Nou, dat zijn dingen die we meenemen voor de tweede competitiehelft. En ik denk, als je je prettig voelt en met elkaar werkt, dan heb je dat ook een basis om te presteren. Ja, natuurlijk hebben Rogier Meijer ook eventjes gevraagd naar zijn aflopend contract. Want Carlos Albers heeft gezegd van, nou, ik ga op een later termijn praten met Rogier daarover. Eerste spelers nu. Maar winterstop, heeft hij zelf eigenlijk al nagedacht over wat hij wil? Ja, dat heb ik wel, ja. Ik snap dat je dat niet met mij wil delen natuurlijk. Maar nee. Is het lastig? Nou ja, het is niet zo dat ik daar constant mee bezig ben of zo. Uiteindelijk ga ik een gesprek hebben met de club. En dan is het ook wel handig dat je over je eigen toekomst hebt nagedacht. Maar dat is eigenlijk, ik ga gewoon het gesprek in. En ik denk dat iedereen weet dat ik het uitstekend naar mijn zin heb hier. En we zullen wel zien wat er van komt. Kijk, nu kun je hier nog lekker trainen natuurlijk. Spaans zonnetje. Ik kan me voorstellen dat je baalt als je dan volgende week weer in de vrieskou moet gaan trainen. Nou, als je dat specifieke gedeelte bedoelt wel, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik denk dat de omstandigheden volgende week ook niet zo lekker zijn als er veel vorst is geweest en dan regen. Maar daar komen we wel overheen. Maar het is ook wel weer fijn om maar naar je kinderen en naar je vrouw te gaan. Hè? Ja. Hey, en is er ook tijd voor ontspanning? Gaan jullie nog leuke dingen doen? Zeker. We gaan lekker uit eten. Morgen hebben we wel gewoon training en hebben we de WK-finale. Dus naar inspanning komt ontspanning. Ja, kijken jullie die gezamenlijk? Ja, dat gaat wel gebeuren. We hebben morgenmiddag wel vrij, dus er zullen ook een aantal jongens een balletje slaan, denk ik. Qua golven. Maar over het algemeen kijken we samen de wedstrijd. En dat is wel zo gezellig.
goed, dat was hem dan weer. De NEC-update van vandaag met Rogier Meijer, die dus naar zijn zin heeft bij NEC, wat hij zegt. En ook in gesprek wil met NEC. Dus misschien wil hij vanuit zijn kant ook wel door met NEC. We wachten het af. Morgen zijn we er weer met dan Ibrahim Sissoko in de uitzending. Die hebben wij gesproken. Gisteren speelde hij de tweede helft. Zijn doelstelling was voor 2022 een basisplaats bij NEC. Die heeft hij 2 keer gehad. Dus dan wordt het tijd voor een nieuwe doelstelling. Morgen Ibrahim Sissoko. Ik zeg tot dan. Adios. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.